Vandaag zetten we de volgende stap op weg naar de ware liefde. We gaan een dagje uit. En aan het eind van de dag gaan ze met z'n zessen heel romantisch uit eten. Goed, hoor. Goed. Jullie gaan samen tango dansen. Ik hoop vandaag echt dat ik deze vijf dames beter kan leren kennen, zodat ik echt misschien een favoriet uit kan kiezen, want die heb ik nog niet. Ik vind ze alle vijf tot nog toe heel leuk. Ja, ik hoop dat ik nu een keuze kan maken. Niet alleen Jochem vindt het lastig om te kiezen. Ook Nanny weet het niet helemaal zeker. Ja, er is dus gewoon een twijfel over mijn gevoelens richting Jochem. Maar ik wilde toch deze dag gewoon verder even bekijken, afwachten wat er nog verder... of dat gevoel versterkt wordt. Ik denk dat Jochem ook wel dan misschien een goede vriend zou kunnen zijn. Maar dat is eigenlijk nu mijn gevoel, ja. Eerst vier pasjes. 1, 2, 3, sluit. Nou, dames, die is als eerste. Ja, kom maar. Qua afstand is het een 1 voet brede afstand. Mijn schoenen zijn wel een maatje te groot, dus ik denk dat ik per ongeluk wel eens iemand op de tenen heb getrapt. Hij heeft natuurlijk wel een stukje langer dan ik. Dus het was af en toe wel even een beetje zo kijken. Maar we hebben wel elkaar af en toe in het oog gekeken. Ja, de tango is een leuke dans, omdat je echt gewoon heel close met elkaar bent. En dat maakt hem leuk. Nou, ik zou niet, denk ik, met iedereen... zo dichtbij willen dansen, dat zou ik niet met iedereen gaan doen. Maar ik vond het nu met Jochem op zich niet onprettig. Been omhoog, langs, omheen en draaien. Ging niet helemaal goed, maar ik improviseerde op het laatst al wat. Ik had gedacht, oh jeetje, we hebben een centimetertje of 30 lengteverschil. Maar dat ging hartstikke goed. Eigenlijk merkte ik dat helemaal niet. Ja, dansen ging uiteindelijk het beste met Nanny. Maar dat kon omdat ik dan al 4 keer geoefend heb. Oh ja. Kijk maar naar hem. Ja. Heel goed. Hij is ook nu vandaag natuurlijk weer heel zenuwachtig. En hij vindt het waarschijnlijk ook allemaal gewoon heel spannend. Wij ook natuurlijk. En hij houdt zich een beetje op de achtergrond. Het is niet iemand die zegt van hier ben ik en hier sta ik, nee. Ja, wat me nu een beetje is opgevallen, toch wel, is denk ik dat wij veel meer aan hem vragen. En dat hij bijna, tenminste aan mij, niet veel vraagt. Ook tijdens de lunchpauze is Jochem niet bepaald spraakzaam. Als hij even weg is, delen de dames hun ervaringen. Misschien dat je leeg was. Ja, inderdaad. Maar ja, misschien, als hij in een vertrouwde omgeving is, dat hij dat niet heeft. Ja. Hij gaat nog niet heel erg diep in op vragen van je. Dat komt ook een beetje door de situatie. Ja, ik zou eigenlijk willen weten van Jochem wat hij van ons denkt. Maar ja, ik weet niet of ik dat zo kan gaan vragen. Ik hoop dat ik straks met het eten nog iets meer duidelijkheid voor mezelf kan creëren. Misschien dat zij nog dingen aan kunnen geven. Ik weet het niet. Anders wordt het wel heel moeilijk. De twijfels van Annie worden bevestigd. Is dit de man waarmee ze verder wil? Ik wil je toch even persoonlijk nog iets zeggen. Ik wil eigenlijk gewoon toch niet verder. Om het te proberen, zeg maar. Ja. Ik zie jou veel meer als een eventueel een goede vriend. Okay. Ik weet niet wat jouw reactie is. Nee, ik zit ook niet. Wat gebeurt er nu weer? Nee, ik vind het super eerlijk en dat vind ik echt geweldig. Ja, ik vind het wel zo. Oké. Dat ze niet gekozen worden. De andere vrouwen worden ook op de hoogte gebracht van de keuze van Nanny. Hoe ging het hier? Gezellig.
Ja, op zich gezellig, maar we vroegen ons natuurlijk af wat er aan de hand was. Ja. Ja, nou, ik heb zelf aangegeven dat ik toch wil stoppen. En ik zie Jochem denk ik wel gewoon als een goede vriend. Ja. Bijvoorbeeld dat het zou kunnen worden, maar niet echt de liefde waar ik naar op zoek zou zijn. En dat draait het toch al. Nanny neemt afscheid. Jochem laat het allemaal gelaten over zich heen komen. De moeilijke keuze is nu al gedeeltelijk voor hem gemaakt. Aan het eind van de dag hoeft hij nog maar één vrouw weg te sturen. Ik ben opgelucht dat ik het nu tegen Jochem heb kunnen vertellen dat ik dus de twijfels had om door te gaan. En ook dat Jochem het nu heel fijn heeft gevonden, mijn eerlijkheid. Dat hij dat ook wel gewaardeerd heeft. En dat is voor mij heel belangrijk. Ben je eruit met welke drie van deze dames je dat gaat proberen? Nee. Dan heb je een probleem. Ja, weet ik. Want je moet dadelijk gaan kiezen. Ja. Waar twijfel je tussen? Tussen alle vier, hè? Je moet kiezen. Ik weet het. Je kan niet met vier vrouwen trouwen. Nee. Ik ga er nog heel even over nadenken. En dan krijg je antwoord. Oké. Dan ga ik verder mijn mond houden. Dan denk jij nog even rustig na. Je hebt geschreven op iemand omdat je dacht... Ja. Dat is misschien wel de man van mijn dromen. Ja. Ja. Is dat uitgekomen vandaag? Nee, dat zeker nog niet. Nee. Wat ontbreekt er? Ja, ik weet niet. Ik kan me op dit moment nog niet zo echt goed iets voorstellen, zeg maar. Bijvoorbeeld met hem samen te zijn. Ja, dus wat dat dan is. Misschien de aantrekkingskracht of... Vind je hem aantrekkelijk? Ja, soms wel, soms niet. Ik kan niet echt zeggen dat ik verliefd ben. Nee. Want ik denk, hij is toch een heel ander type dan ik. Maar op zich is het wel een hele interessante jongeman. Op zich heeft hij een mooie rustige uitstraling, vind ik. Dat is toch altijd wat mooi maakt. Niet zozeer je uiterlijke trekken, maar meer hoe je overkomt, denk ik. Dat was moeilijk, hè, Jochem? Echt wel. Je wist het echt niet, hè? Klopt. En nu? Ja, dan ga je kleine dingetjes letten. Hele kleine dingetjes. Je kruipt steeds meer in elkaar. Nou ja. Hoe voel je je? Wel goed. Ja, Oké, dan gaan we gewoon beginnen. We beginnen bij de eerste vrouw. Barbara. Gaat zij mee logeren? Ja. Ja, mooi. Ja, zien uit. Oké. Dan de tweede vrouw. Marieke. Gaat zij... volgende week met haar koffertje bij jou aankloppen. Denk ik wel. Leuk. Super. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het daar is. Ja. Dankjewel. Nog twee vrouwen over. Jouw derde vrouw, Brenda. Ga je haar uitnodigen om bij jou te logeren? Zou ik wel heel graag willen. Ik heb moeten kiezen. Oké. Helaas. En dan Nienke. Ja. Rara. Ja, die was gewoon. Ja, leuk. Moest bij het komen kijken. Ja. Het hoogwoord is eruit. Ja.